Franke. Johan Franke, we zijn bij de tweede brief aanbeland. Wat heb je voor moois? Dit is een omzichtig gebrachte aanklacht tegen een broer van de schrijver. Speelt ook in de Tweede Engelse Oorlog, dit keer in 1665. En Louis Derksen die schrijft aan zijn broer Reinier en die verblijft op de vloot die op dat moment slag aan het leveren is op de Noordzee met de Engelsen. En hij schrijft daarin een aanklacht tegen hem dat hij kennelijk zijn vrouw wil verlaten. En dat zint deze Louis eigenlijk niet zo. Hij begint nog vriendelijk met hem te groeten en uit te leggen dat hij zelf dienst kan nemen op een schip van de VOC. Die werden op dat moment gecharterd om ook deel te nemen aan de strijd. En daar kon hij dan 20 gulden per maand verdienen als schrijver aan boord. Nou, dan maakt hij het nog wat vrolijker door uiteindelijk te melden en de verhopen samen nog eens vrolijk te wezen. Dus daarmee bedoelt hij eigenlijk gewoon nog een glaasje samen te drinken. Maar dan komt het. En ben ook zeer verwonderd dat gij zulke brieven aan uw lieve huisvrouwe Elisabeth Anderies schrijft om haar te willen verlaten. Alzo de occasie zeer klein en ook een teken is van kleine liefde, de welke gij haar toedraagt. Dus hij verwijt zijn broer echt om een ontzettend klein ongevalletje, een gevalletje van kleine ruzie om... om daar de relatie meteen mee te beëindigen. En hij noemt dat dus heel mooi een teken van kleine liefde. Ja, dat is wel heel mooi. Maar daar ook van dit verhaal weet je eigenlijk niet hoe het dan is verder afgelopen. Hè? Dat is natuurlijk bij die brieven. Ja, je komt eigenlijk midden in een verhaal. Hè? En, maar ja, als iemand niet terugschrijft of je hebt niet de... lokale, ja, dat is bijna niet uit te zoeken, denk ik. Nee, nou, soms komt het voor dat mensen een volledige correspondentie bij zich hadden. En dan krijg je een wat groter verhaal meestal. Hè, want ook al was die correspondentie 3 of 4 jaar oud, die Engelsen die namen gewoon alle papieren in beslag. Dus soms krijg je dan wel een verhaal. En het komt ook wel voor dat mensen gewoon te traceren zijn. Dus dat je kunt zien wanneer ze begraven zijn of eventueel familie soms of in welk huis ze hier woonden. Alleen jammer genoeg is dat bij deze personen niet het geval. Maar het is eigenlijk zo dat toen die brieven door de Engelsen in beslag werden genomen. En dan gingen ze eigenlijk gewoon de kajuiten van de manschappen ook af. En alles wat iets opgeschreven stond, dat werd gewoon bij elkaar. En uiteindelijk belandde dat dus in het archief. Ja, alle papieren werden in beslag. Ook boeken werden meegenomen. Waardepapieren, echt alles. En dat diende gewoon als bewijslast in de juridische processen die konden volgen. Daarom documenteerden ze zich ook zo wijd mogelijk. Komt natuurlijk ook bij. Die Engelsen konden geen Nederlands lezen. Zeker niet de mensen die dat schip overvielen. Dus die namen gewoon alles voor de zekerheid, mee. En, nou, dan zien we later wel wat er allemaal in staat. Ja, interessant. Dankjewel.